Hartelijk welkom in Studio Den Bosch bij het mediacommentaar Christenvervolging door de massamedia. Omdat in Nederland in totaal een paar honderd gevallen van mazelen bekend werden, spreken de farmaoverheden en massamedia weer van een mazelenepidemie. Het virus zou begin deze zomer, ja, luister nu goed, in de zogenaamde Bijbelgordel opgedoken zijn. Bijbelgordel? Weet u wat dat is? Zwitserse experts zijn dit nagegaan en vroegen zich af of het om een nieuw dorp, een nieuwe gemeente of stad ging. Nog het een, nog het ander. Met de Bijbelgordel wordt in de buitenlandse media op een ongelooflijke wijze onze Bijbelgelovige bevolking gebrandmerkt. Het gaat over een landstreek die dwars door heel Nederland zou gaan. Dus, van het uiterste zuidwesten tot het uiterste noordoosten. Omdat Nederland de vorm heeft van een smalle verticale strook, wordt van tevoren duidelijk dat hier een zeer twijfelachtige diagnose verspreid wordt. Want, nu komt het. Dwars door ons hele land zouden ineens de bijbelgelovige christenen de veroorzakers van de mazelenepidemie zijn. Dit omdat ze vaccinaties weigeren vanwege religieuze redenen. De ziektekiem zou nu gemakkelijk spel hebben, zo beweert men, omdat deze gelovigen zich vooral in hun eigen kringen bewegen. Nou, wel wat een opmerkelijke logica. Ook op deze manier legden de media de laatste mazelengolf van 14 jaar geleden ten laste van dezelfde christenen. Niet eens minister-president Mark Rutte zou deze vrome bewoners van de Bijbelgordel hebben kunnen overtuigen van de zegen van de vaccinaties. Besluit? Zolang deze christelijke fundamentalisten van de Bijbelgordel hun kinderen niet laten inenten, zolang zou om de paar jaar een mazelenepidemie uitbreken. Tegenover dit antichristelijke geharrewar zetten we als vergelijking een golf van Zwitserse mediaberichten van april 2011. Hoewel men toen reeds berichtte van een maandenlange mazelengolf die zich van Oost-Frankrijk naar Zwitserland bewoog, begon de massamedia ineens een doelgerichte vervolging tegen de christenen in Oost-Zwitserland. Er waren toen ongeveer 2000 gevallen bekend. Met krantenkoppen zoals 10 mazelenslachtoffers sinds insecte-eucharistie werd de Zwitserse bevolking gesensibiliseerd tegen de bijbelgelovige christenen. 3 dagen schoten de media als het ware met kanonnen op mussen. 3 nieuwe gevallen in het sectenkanton. En de volgende krantenkop klonk bijna als een grap. 1 ziek kind in Appenzell. En in het huiskanton van de christensecte zelfs 3. Deze koppen verraden echter de eigenlijke stootrichting van de farma en media. Zoals ook nu de huidige mediajacht tegen onze Nederlandse bijbelchristenen. Hun verenigd doel luidt meer vaccinaties, minder christendom. Toch is dat zonder twijfel een strafbare handeling. Hier gebeurt op dit moment een christenvervolging door volkophitsing. De discriminatie van religieuze minderheden en dergelijke is een strafbaar feit dat door de antidiscriminatiewet bedreigd en van het Openbaar Ministerie vervolgd moet worden. Daartoe roepen we in deze mediacommentaar op. De vervolging van christenen schijnt nog steeds een passend middel te zijn om ons van de eigenlijke problemen van de vaccinatielobby af te leiden. Wist u dat ondertussen duizenden onweerlegbare berichten van vaccinatieschade de hele wereld rondgaan? Welk openbaar ministerie straft dit eigenlijk? Wist u dat de WHO in 2009 het hoogste pandemiestadium voor de Mexicaanse griep had uitgeroepen, terwijl er geen ernstige bedreiging bestond? Of dat 70 kilogram met Mexicaanse griep besmette vaccinatiestoffen nog juist kon gestopt worden door tijdige voorlichting? De veroorzakers zijn tot nu toe verdekt en ongestraft gebleven. Wist u dat tijdens elke gewone griep tot 1000 personen overlijden en dat bij toenmalige zogezegde pandemie slechts een 20-tal personen stierven? Welk openbaar ministerie straft zulke misleiding van het volk? Wanneer heden in het gehele land ongeveer 100 mensen de mazelen krijgen en misschien ook wel eens iemand sterft,
Wat is er dan plotseling zo speciaal in vergelijking met een gewone griepgolf? Moet het er misschien zo uitzien als zouden de christenen het eigenlijke probleem achter de vaccinatieproblematiek zijn? Beter gezegd, achter de mazelen en allerlei andere epidemieën? Dat tienduizenden kleine kinderen en volwassenen ernstige gevolgen door vaccinatie oplopen, zoals wegendood, levenslange verlammingen, allerhande handicaps en zelfs sterfgevallen, daarvan hoort of leest men spijtig genoeg ook bij deze laatste christenophitsing niets op radio, televisie of krant. Wij danken u, beste kijker, dat u naar de Tegenstem op Klaagmuur TV hebt geluisterd. Mogen we u vragen om Klaagmuur TV ook verder aan te bevelen? Nog een fijne avond.